Speurtocht naar de rechtvaardige rechters, deel 3, de open eindjes. Arsène Goedertier, de man met de snor en het puntbaardje. Hij vormde de rode draad in de afgelopen 2 afleveringen van deze podcastreeks over de verdwijning van de rechtvaardige rechters, meer dan 80 jaar geleden. Schrijver, verteller, maar vooral kenner van het dossier van de diefstal van de rechtvaardige rechters, Patrick Bernau, nam ons mee terug in de tijd. De zoektocht naar het paneel is gedocumenteerd met 1000 pagina's in archieven en op internet. Op veel vragen kwam een antwoord, maar de belangrijkste vragen blijven tot op de dag van vandaag in duisternis gehuld. Welk motief had de dader of hadden de daders voor de diefstal? Waar werd het paneel dat 149 centimeter lang en 55 centimeter breed is, verstopt? Zou het paneel nog bestaan? Verderop in deze aflevering vertelt stadsgids Dirk Schorpion hoe de mythe van de verdwijning toeristen tot op de dag van vandaag bezighoudt. Maar voordat het zover is, keren we nog eenmaal terug naar de werkkamer van de schrijver. Wat denkt Patrick Bernau, die zich sinds het einde van de jaren 80 heeft vastgebeten in het dossier, dat er met het verdwenen paneel gebeurd is? Ik denk eigenlijk dat het paneel al heel lang niet meer bestaat. Er zijn inderdaad verschillende mensen die beweren dat zij het nog gezien hebben. Er zouden zelfs foto's zijn van het gestolen paneel in kleur, die opgedoken zijn uit de jaren 30. Ik heb daar heel zware twijfels bij. Goedertier ging ervan uit dat hij de rechtvaardige rechters hooguit een paar weken zou moeten verborgen houden en dan zou kunnen zeggen, je kunt daar gaan zoeken. Of hij zou het daar tevoorschijn laten komen. Ondertussen zijn we x-aantal jaren verder. Er wordt heel vaak gezegd nu ook, het is in het bezit van een vooraanstaande, en er worden ook weer wat namen genoemd, Vlaamse familie. En die durven er niet meer naar buiten komen dat het de naam van de familie zou besmeuren. Of van hun voorouders, naast de voorouders. Ja, oké. Ondertussen is iedereen die iets te maken zou kunnen gehad hebben met de roof van de rechtvaardige rechters dood. In de jaren 80, 70 en 80 leefden er nog wel een aantal mensen ervan. Dus het zijn dan de nakomelingen of die dat paneel niet durven teruggeven. Nu is er al sinds de jaren 70 en eigenlijk ook ervoor door het bisdom met enige regelmaat gezegd, kijk, wij kunnen het zo regelen dat wie dat ook in het bezit is van het paneel de rechtvaardige rechters, dat op een anonieme manier zou kunnen teruggeven in perfecte veiligheid. En dan hoeft er geen schandaal los te breken, ook niet als je er zelf mee verantwoordelijk voor bent geweest op een of andere manier of met de dief in contact hebt gestaan, whatever. Daar is nooit op ingegaan. Dus er zijn laatst ook nog beloningen uitgeloofd. Enfin, laatst, enkele jaren geleden ook alweer, was niet zo'n grote beloning. Minister Anciot heeft toen een bedrag in het vooruitzicht gesteld. Maar goed, ja, in het verleden was de beloning eerder klein. Als je tips kon aangeven, omdat de roof al in 1935 is geseponeerd geweest. En men was er eigenlijk gewoon ook niet meer mee bezig. Het interesseerde blijkbaar niet de autoriteiten. Hè? Niet echt. Dus bestaat het nog? Ik denk van niet. Bernau schetst een somber beeld. Ondanks de beloning en de mogelijkheden om het paneel anoniem terug te bezorgen, is het nooit in het bezit van het bisdom gekomen. Als het paneel al in het bezit zou zijn van een belangrijke of invloedrijke familie, dan is een beloning in elk geval geen argument geweest om het paneel terug te bezorgen. Bernau zelf vermoedt dat het paneel niet meer bestaat. Bij de voorbereiding van de diefstal heeft de dader, Goedertier misschien, geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat het paneel voor vele jaren geconserveerd zou moeten worden. De dader verkeerde in de veronderstelling dat de zaak binnen enkele weken beklonken zou zijn. Goedertier dacht,
binnen de kortste keren kan dat paneel terugkeren en dan heb ik mijn centen of ik mijn slag thuis. Er is ook dat verhaal dat er bij Goedert hier thuis zo een heel speciale verf gevonden zijn waarmee je houten panelen kunt bestrijken om te beschermen wat eronder zit. En je kan die verf ook weer eraf halen met een bepaald chemisch product, zodanig dat wat eronder zit perfect bewaard blijft. Zo heb ik mij laten vertellen. Dat zou bij hem thuis gevonden zijn. Best mogelijk dat hij de rechtvaardige rechter daarmee behandeld heeft. Als die dan ooit zouden gevonden zijn op een plek, dan heeft men een rode plank gezien van 1,5 meter op 1,5 meter. Is die misschien geëindigd in een kippenhok of zo? De gedachte om een schilderij te verstoppen onder een laag verf, die op een later moment weer verwijderd kan worden, is niet nieuw. Ook in de jaren 30 niet. Het verhaal van de verdwijning is verteld. Bernau leunt behagelijk achterover in zijn stoel. Buiten dendert een zware vrachtwagen over de provinciale weg. Het zonlicht werpt een lichtstreep in de werkkamer. Een aantal elementen in het verhaal zijn blijven hangen. Vrijwel iedereen is het erover eens dat de diefstal niet door één persoon gepleegd kan zijn. Wie waren dan de handlangers van Goedertier? Het idee van de drie mannen, kennissen, familieleden, allen met snor en puntbaardje, die misschien samen hebben gewerkt, blijft om aandacht schreeuwen. Er zijn erg veel toevalligheden die in het najaar van 1934 om nader onderzoek vroegen. Zou de samenwerking tussen Goedertier, de Zwaaf en Lievens tot deze geruchtmatige diefstal hebben geleid? Voor mij is dat een waarschijnlijke theorie. En ik vind het... Ik vind het... onwaarschijnlijk dat mensen die beweren dat zij echt wel bezig zijn met onderzoek naar de rechtvaardige rechters, daar niet dieper en verder op ingaan. Dat die mensen dood zijn, dat staat vast. Hè? Die tijdstippen staan vast. Ik bedoel, dat die elkaar kenden. Dat staat vast. Dat overlijdensattest ondertekend is door ene dokter Goedertier, dat staat vast. Men weet nog altijd niet wie dat die dokter Goedertier precies was. Ja, jongens. Ofwel is iets toeval. Ik ben een magisch realiste. Ik geloof dus in betekenisvolle coïncidenties. Maar dat overkomt mij voortdurend. Hè? Dus... een onwaarschijnlijk toeval overkomt mij voortdurend. Maar ik ben ook anderzijds niet naïef. En in dit geval lijkt mij het toeval van een zodanige aard, ook omdat er bijvoorbeeld andere verklaringen mogelijk zijn, die realistische verklaringen zijn, die veel meer voor de hand liggen dan die magisch-realistische betekenisvolle coïncidentie die we kennen van Carl Gustav Jung en het collectief onderbewust en weet ik veel wat allemaal. Jongens, zoek dan toch eens naar causale verbanden, zeg alsjeblieft. Hè. Je gaat maar over een betekenisvolle coïncidentie hebben in een magisch-realistische sfeer als je geen rationele verklaringen kunt verzinnen als je geen causale verbanden kunt zien. Maar hier is het ligt hier voor trapen. Die drie mannen kenden elkaar. Ze zagen elkaar. Ze zijn gesignaleerd samen in de periode net voor de roof. Ze hadden alle drie een snor en een puntbaardje. Huh? Allee. Ja. En je zegt, men zegt, nee, dat betekent allemaal niks. Ja, dat is leuk hè, voor in de Vlaamse filmpjes, zo die verhaaltjes voor kinderen, spannende verhalen voor kinderen. We hebben zo'n reeks. Daar mannen met snor en puntbaardje. Ja, ik weet het. Oké. Okay. Maar ze hadden er wel één. Ja. En Goedertier was iemand die verslingerd was aan dat soort van clichématige, romantische detectiveverhalen over geniale gentlemen gangsters die in geheime genootschappen zitten. Dat was zijn wereld.
Leest die boeken van Maurice Leblanc? Ja. Maar nee, men sluit daarvoor de ogen. Ik heb me daar in de tijd op een vrolijke manier in opgewonden, omdat iemand als commissaris Mortier, zo de ernstige onderzoekers, die zeggen dan, ja, maar die Patrick Bernau daar, dat is wel een schrijver, hè, die schrijft zo van die Vlaamse filmpjes, zo van die verhalen met veel fantasie en zo. En ik zeg dat ook, hè, van mij moet je niet alles geloven hoor, ik schrijf fiction en dan nog dikwijls magisch realisme ook, dat moet je al helemaal niet geloven. Hè. Maar als ik fiction schrijf, dan is het wel degelijk zo dat dat bestaat uit feiten en fictie en dat woord. En oké, ik hou mij aan de feiten in deze zaak. Karel Mortier, de ernstige onderzoeker. In een tussenzin noemt Bernau de man van wie gezegd mag worden dat het onderzoek naar de rechtvaardige rechters zijn levenswerk is geworden. Samen met Noël Kerkaert schreef hij het standaardwerk over de verdwijning. Mortier, een commissaris van politie, werkte vanaf de jaren 60 aan deze zaak en publiceerde regelmatig updates. De aanpak die Mortier hanteerde is ongetwijfeld een zeer grondige. Zijn ervaring als politieman heeft er zeker aan bijgedragen dat de boeken die hij samen met Kerkaert schreef over dit onderwerp een haast wetenschappelijke analyse van de zaak geven. Kennen Bernau en Mortier elkaar eigenlijk? Ik ben wel eens opgedoken bij een lezing die hij gaf en ik denk het omgekeerde ook. Ik weet dat hij al eens in mijn pad gelopen is ook, want ik heb dus een bergplaats gevonden. Ah ja, dat moet, hè. Als je een beetje speurder bent, moet je een berg. Het huis van de gebroeders van Eyck, trouwens vlakbij de Calandenberg, ja. Op basis van een Lupijncode, in een boek dat ik gevonden heb, een dummy, als gevolg van een echte betekenisvolle coïncidentie, ik kan er ook niet aan doen. Hè. Ik kan u het boek tonen, maar ja, het is radio, je kunt het toch niet zien. Dus sindsdien is het niet goed gekomen. Ik weet dat Karel Mortier toen zei over het huis van de gebroeders van Eyck, ja, dat is de piste van een fantast. En dat is ook de theorie van een fantast. Maar dat hij zelf wel in dat huis geweest is, hè, om daar vragen te stellen. Ik mocht toen niet meer binnen. Ik was daar persona non grata. Want het probleem was dat ik daarover gesproken had op een televisieprogramma, een talkshow bij Luc Appermond, die toen heel erg bekeken werd. Vanaf dat ogenblik kwamen er allerlei mensen naar dat huis. Het was een zaak van kinderkleding toen, op dat ogenblik. Hè. Nu is het een pralinewinkel. Neuhaus, mag geen reclame maken, maar... mensen kwamen daar geen kinderkleren kopen, maar zo op de muren kloppen en langs de trap proberen naar boven te sluipen. En toen ik daar kwam aanzetten met de vraag, kunnen we hier een beetje onderzoek doen of dat er misschien een dubbele muur en weet ik veel wat. Toen zeiden die mensen, maak niet eens dat je buiten bent, want jij hebt onze zaak hier al wel kwaad gedaan. Hè, zeg. Wij verkopen geen kleren meer, maar wij trekken wel veel volk aan dat we liever niet hebben. Komt erbij, dat huis van de broeders van Eyck, dat paalt dus inderdaad aan het stamkamp café van Arsène Goedert hier, café Mokka in de Koestraat. Dat was de straat van de bankiers in Gent. Inderdaad is Karel Mortier daar ter plaatse geweest. Café Mokka in de Koestraat in Gent. Amper 5 minuten lopen van de Sint-Baafskathedraal. In de jaren 30 was dit de straat van de bankiers in Gent. Als wisselagent kwam Goedert hier om zijn contacten te onderhouden. Naast het pand waar café Mokka gevestigd was, ligt de plek waar ooit het huis van de gebroeders van Eyck stond. 2 beeltenissen in de gevel van het huis, dat van latere datum is, herinneren vandaag de dag nog aan dit gegeven. Over het algemeen wordt aangenomen dat Jan en Hubert van Eyck op die plek werkten aan het Lam Gods. Op weg van de Sint-Baafskathedraal naar de Koestraat wandel je over de Calanderberg. Juist daar zochten Gino Marshall en Mark de Bel pas kort geleden naar het verdwenen paneel. Hoeveel toeval kan er zijn? En dan is er nog een andere vraag die op alle mogelijke manieren terugkomt in het onderzoek. Heel veel opvallende elementen in deze zaak worden in het aanvankelijke onderzoek als vanzelfsprekend beschouwd en niet opgevolgd of onderzocht. Veel mensen
die zich met het latere onderzoek hebben beziggehouden, vermoeden daarom een complot. Maar hoe waarschijnlijk acht Bernau dat? Een complottheorie aan de kant van het Belgische onderzoek? Eigenlijk niet. Ik denk dat daar gewoon echt onkunde in de eerste fase, vooral onkunde, mee gemoeid was. In een tweede fase, dat is ook weer typisch Belgisch, is daar van alles gaan spelen. Politiek, maar ook levensbeschouwelijk. Want allee, wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de Lam Gods? Want de kerk, het bisdom, heeft een soort van vruchtgebruik, maar de staat zit er ook nog voor iets tussen. En wie moet er dan opdraaien voor dat losgeld? Enzovoort, enzovoort. En daar is heel wat gedoe rond geweest. Een tweede punt is dat Arsène Goedertier was een gezien burger. En aan zijn graf is een minister van staat, een baron, de burgemeester, die hebben daar toespraken gegeven. Dus dat was niet leuk. Dat was ook niet leuk voor de katholieke volkspartij. Het was een van hen die dan nog het Lam Gods, het toppunt van christelijke mystiek, zogezegd, gaat stelen. Allee. Dus dat zijn de dingen die daarin meegespeeld hebben. In de eerste fase zal het volgens mij vooral onkunde geweest zijn. We mogen niet vergeten, de gerechtelijke politie was net opgericht op dat moment. En het was de bedoeling van die gerechtelijke politie van het bestrijden van de criminaliteit een beetje professioneler aan te pakken. Maar dat stond echt nog in zijn kinderschoenen. En ja, de voor de hand liggende procedures zoals wij die nu kennen, die waren er nog niet. Men is dat stilaan gaan uitvissen. Mogen we ook niet vergeten, Vlaanderen was toen nog behoorlijk landelijk. Dat waren als er in Neerenbodigem iets gebeurde, dat was de veldwachter die zich daar ging mee bezighouden. Hè. Ik bedoel, en je had wel wat steden en daar had je dan politie, maar dus ik denk dat daar in eerste instantie in dat onderzoek dat puur geklungel geweest is, zonder meer. Ik denk anderzijds dat het bisdom, bepaalde mensen binnen het bisdom, eigenlijk wisten dat het Lam Gods niet dat toppunt van christelijke mystiek is waarvoor het wordt gehouden en zoals het wordt voorgesteld, maar dat in feite toch wel nogal ketterse trekken heeft. Je vindt die terug in de symboliek, ook in allerlei Qatarse spreuken. En het is van het woord Qatar dat het woord ketter komt. In het Hebreeuws, het Grieks, het Koptisch, dat staat er allemaal. Allee, het zit ervan vergeven. En ja, dat mensen dan op een bepaald, ja, inderdaad, het misschien liever kwijt dan rijk zijn op een zeker moment. Bepaalde mensen, hè? Want hoe ga je anders verklaren dat men die zijpanelen plotseling gaat verkopen voor 400 keer onder de prijs die ze er kunnen voor krijgen? Ik kan dat niet verklaren. Ik denk ook dat men dan in Duitsland bewust naar iets gezocht heeft, dus dat daar moet ergens een bepaalde lijn van kennis zijn die ondertussen verloren is gegaan, die te maken heeft met het Lam Gods. Maar goed, dat zijn uiteraard allemaal speculaties. En dat er daarna een complot ontstaan is, ja, dat denk ik wel. Vooral om de figuur van Goedertier en een aantal eigen posities buiten beeld te houden. Logisch. Het officiële onderzoek naar de diefstal werd gesloten na het overlijden van de vermoedelijke dader. Maar in de jaren die volgden lag er zoveel mist over de toedracht en de verdwijning, dat het redelijk lijkt te veronderstellen dat invloedrijke mensen uit de omgeving van het bisdom zich bij wijze van voorzorg gingen indekken. Je weet immers maar nooit, moet de gedachte zijn geweest. Een van de vele losse eindjes uit het onderzoek is de precieze rol die Julienne Minne, de vrouw van Goedertier, gespeeld heeft. Aanvankelijk is er nauwelijks met haar gesproken. Oberleutnant Keun is de eerste die haar uitgebreid verhoort. Er zijn dan inmiddels verschillende jaren verstreken sinds de diefstal en de Tweede Wereldoorlog is in volle gang. Tussen Keun en Minne lijkt zich sowieso een goede band te hebben ontwikkeld. Vlak voordat de oberleutnant naar het oostfront vertrekt, zoekt hij haar nogmaals op om afscheid te nemen.
Minne is dan inmiddels vertrokken uit Wetteren en zal kort na dat afscheid overlijden. Haar leven lang verdedigt de in Parijs geboren Minne haar man Arsène Goedertier vol vuur. Volgens haar verdedigde hij slechts de belangen van hooggeplaatste personen. Uit de informatie die over haar leven te vinden is, ontstaat het beeld van een intelligente vrouw. Iemand bovendien die over eigen vermogen beschikte. Zo iemand moet toch haast op de hoogte zijn geweest van de gang van zaken. Zij wist ongetwijfeld meer. Daar echt. Van het koppel Arsène Goedertier, het echtpaar Arsène Goedertier en Julienne Minne, was zij de vermogende. Hè? Al de centen waren van haar, bijna. En hij was de fantast, de man die ook die vliegtuigmodel heeft ontworpen en zo, die dus betrokken is geraakt bij een firma, Plantexcel, in Congo, die op dat moment ook failliet is gegaan. Dat is nu het laatste spoor wat ik even uitgespit heb, omdat hier in Aalst blijkt Hippolyte Schotte van de leerlooierij Schotte eigenlijk verantwoordelijk te zijn voor het failliet gaan, mee verantwoordelijk te zijn voor het failliet gaan van Plantexcel in Congo. En Arsène Goedertier op een bepaald ogenblik zou bij hem in een schuld gehad hebben van 1 miljoen Belgische frank. Laat dat nu net het losgeld zijn. Er zijn nog een aantal andere dingen die in die richting wijzen. Ook weer zo, het is een hypothese, het is een piste die ik trouwens, die niet van mezelf is, maar die van het Speurforum komt, waar je echt heel leuke dingen kunt lezen, vind ik. Maar die, als ik dat bekijk, ja, dan denk ik van, daar zit ook wel iets in. Hè? En uit heel dat verhaal blijkt ook wel dat, heel het verhaal van Plantexcel, dat Julienne Minne heel goed op de hoogte was over de handel en wandel van haar echtgenoten. En ik denk dat zij zelfs voor een deel mee het brein was, hè. Meer de ratio en hij de fantasie. Want hij was ook onberekenbaar. Hè? Arsène Goedertier, hij was echt een fantast. Hè? Hij geloofde in zijn eigen constructies ook. Ook de manier waarop hij zich amateurdetectieve voelde en hoe hij zich voordeed als dusdanig. Er zijn hier al verschillende pogingen geweest bij de VRT, vroeger BRT, om het Lamotte te verfilmen als televisiereeks. En in de jaren 90 ben ik er bij zo'n poging, die op niks is uitgedraaid, betrokken geweest. Als researcher, een vriend van mij, Guy Diddelé, als scenarist. Ik werkte toen samen met iemand die vastwerkte op de VRT. En die ook artikels geschreven heeft voor de krant, de Voorpost. Heel goede artikels, want het is van hem trouwens dat al de informatie komt rond Jozef Lieves en Achille de Zwaaf. Zijn schuilnaam was William Luck. Nu, die man die werkte eigenlijk vast bij de VRT. En als hobby had hij onderzoek doen, al van in de jaren 60, naar de rechtvaardige rechters. En wanneer hij op onderzoek trok om een interview te doen, of wat dan ook, dan trok hij zijn cape aan, zijn pet zette hij op het hoofd van Sherlock Holmes, pakte hij de pijp mee en hij was vertrokken. Voor de rest was die man perfect evenwichtig, heel intelligent, wist hij waarmee hij bezig was, hij vond dat gewoon leuk. Nu, Arsène Goedertier was ook zo één. Was een soort van tijluilenspiegel, was een soort van, fantastisch. Met scherpe penseelstreken schildert Bernau de persoon Goedertier. Een merkwaardige man, achtenswaardig, gentleman, maar ook dief en fantast. Iemand die misschien wel moeite had om de wereld van Arsène Lupin, die alleen bestond in boeken, te scheiden van de werkelijke wereld. Wilde Goedertier misschien bewijs leveren van zijn superieure speurderskwaliteiten en had hij hiervoor een ambitieuze misdaad nodig? Of wilde hij gewoon de onderneming Plantexcel redden van een faillissement en overspeelde hij zijn hand? Het verhaal van de rechtvaardige rechters zorgt ervoor dat steeds nieuwe generaties speurders opstaan
om de waarheid te achterhalen. Maar hoe reëel is het te veronderstellen dat de zoektocht ooit ten einde komt? Is het mogelijk dat er zoveel jaar na de feiten nog nieuwe sporen opduiken? Is er nog iets nieuws te ontdekken? Toen Gino Marshall en Marc de Bel met hun onderzoek kwamen, op basis waarvan het boek De 14e Brief geschreven is, toen dacht ik even op ik heb die 14e brief met die code, hè, ik heb die nooit op zo'n coherente manier weten verklaren als door Gino Marshall. En dat leidt dan nog naar een plek. Oké, er is niks gevonden, alleen maar een ladder met de afmetingen van de rechtvaardige rechter, dus een stuk ladder. Maar ja, oké, die tunnel zat daar wel, hè. Dat klopt allemaal. En zo'n soort momenten, die zijn er nog geweest in de loop der jaren. Ik ben hier al mee bezig van in eind jaren 80. Mijn eerste boek is van 91, de rond. Dat boek heeft in der tijd, Mysteries van het Lamrots, voor een soort van opleving gezorgd, want in de jaren 80 was het allemaal een beetje stilgevallen, hoor. Je had in de jaren 70 Jossels, die heel belangrijk geweest is en daar wat boeken over geschreven heeft, Karel Mortier, die regelmatig een update bracht. Maar toen ineens viel dat stil. En toen was er dat nieuwe spoor van ja, maar hebben de nazi's en de Graal en de Tempeliers er toch iets mee te maken? Daar zijn dan, is dan opnieuw onderzoek, andere mensen die zich daarmee gingen bezighouden en eigenlijk een nieuwe manier van erover nadenken. Maar, en dan voor mij was dat, het volgende moment was toen men in de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren gezocht heeft. Het is ondertussen 13, 14 jaar geleden, zoiets. En wij waren op dat ogenblik bezig met een stadsspel aan het voorbereiden. En wij waren toen bezig dat aan het ontwikkelen. En toen dacht ik echt van, dit klopt zo hard allemaal, dit klopt als een bus. Die website die dan ook overrompeld werd en dan wegviel omdat onder de druk. Maar alles wat die man mondjesmaat loste, dat klopte allemaal. Ik dacht, ja, nu kunnen we hier inpakken. We zijn bezig met de voorbereiding van het stadsspel en het is gedaan. En hetzelfde gevoel had ik nu met Gino Marshall en dus... Kan er nog iets nieuw gevonden worden? Blijkbaar wel. Maar ook zonder al die speurders is het een bijzonder verhaal dat zich in het centrum van Gent afspeelde. Aan de nieuwsgierige reacties van toeristen merkt ook stadsgids Dirk Schorpion dat het verhaal nog volop in de belangstelling staat. Waarom is de uit Belgisch Limburg afkomstige Schorpion zo bevlogen? Aangezien ik een passie voor Gent heb ik me ook verdiept in de cultuur, en de geschiedenis, en de bezienswaardigheden, en het culinaire. En die passie, die kennis die ik nu heb, die wil ik delen met zoveel mogelijk toeristen. In 2018 waren er 1,1 miljoen overnachtingen in Gent. Een groot deel van deze mensen bezocht de Sint-Baafskathedraal, de hoofdkerk van het bisdom Gent, en de plek die in dit dossier een hoofdrol speelt. Wat maakt deze kerk zo uniek? Als er iemand is die deze vraag kan beantwoorden, is het de stadsgids Dirk Schorpion. In de middeleeuwen was Gent een zeer bloeiende, rijke stad. Een van de rijkste steden in Europa. Het was trouwens, veel mensen weten dat niet, de derde belangrijkste stad van het Romeinse Europa. Dus van het Romeinse Rijk. En dat wil toch wel wat zeggen. Nu, die rijkdom, dat heeft zich geprivileerd dat er heel veel mooie gebouwen gebouwd zijn in Gent. Dus er was voldoende geld voor mooie kastelen, mooie kerken. Ze hadden een belfort, dus het is niet alleen de Sint-Baafskathedraal, ook de Sint-Niklaaskerk, dus het zijn echt prachtige stukken. Maar natuurlijk, de meest uitblinkende kathedraal is natuurlijk de Sint-Baafskathedraal. Je hebt natuurlijk maar één kathedraal, dat is de hoofdkerk. En wat kan ik daarvan zeggen? Als je Gent bezoekt, moet je sowieso eens een keer naar de torenrij kijken. Dus de Sint-Baafskathedraal is een onderdeel van de Gentse torenrij. Dat zijn de drie belangrijkste torens. Dat is de Sint-Niklaaskerk, de Sint-Baafskathedraal en de Belforttoren. Nu, over de Sint-Baafskathedraal, die is dus ontstaan in de middeleeuwen. Het was toen de Sint-Janskerk trouwens, dus het heette toen nog niet de Sint-Baafskerk. En waarom toen de Sint-Janskerk, genoemd naar Johannes de Doper? In Gent noemen ze die ook wel de Sint-Jan. En die kerk was dus rijkelijk Een paar keer verbouwd, dus door de eeuwen heen. Het was vooral een gotische kerk. Het heeft wel verschillende stijlen gehad, maar de gotische
stempel heeft toch doorgedrukt. En het interieur is vooral barok. En dat hebben we te danken aan een bepaalde man, namelijk Triest. En Triest was dus een van de bisschoppen van Gent en heeft daar zijn stempel op gedrukt. Dus hij heeft een hele mooie erfenis nagelaten. Dus het interieur is prachtig. Van buiten is het prachtig. Mensen die wat van kunst houden, moeten zeker naar binnen gaan. Mensen die van architectuur houden, moeten dus van binnen en van buiten gezien hebben. En dat is wel heel prachtig natuurlijk. En natuurlijk is het wereldberoemd geworden door het Lam Gods, want dat is natuurlijk wel prachtig. Dus heel veel toeristen willen niet alleen de kathedraal zien, maar ook natuurlijk het schilderij. Het is natuurlijk aardig om te weten of ook de buitenlandse gasten in Gent op de hoogte zijn van het mysterie en de vragen naar het altaarstuk. Ja, veel toch wel. Ik zeg nu niet iedereen, want dan ga ik liegen, maar ik denk toch wel 1 op 3 wil het echt weten. De meeste mensen maken een tour in Gent, die willen alle toeristische attracties zien. Maar ik denk toch dat het Lam Gods het bekendste kunstwerk van Gent, dus iets of wat kunstliefhebber wil sowieso het Lam Gods zien. Wandel gewoon maar eens de Sint-Baafskathedraal binnen en je zult zien dat 1 mens of 4 die de kathedraal binnenwandelt ook effectief naar het Lam Gods gaat kijken. Dus ook bij mij is dat percentage ongeveer vergelijkbaar. Ik denk dat 25% van de toeristen die bij ons meewandelt effectief na onze tour nog eens terugkeert om het schilderij te bezoeken. Natuurlijk zit het niet in onze tour, want je moet daar apart voor bijbetalen. Dus ik kan niet die tour... Ik kan dus niet de schilderij laten zien aan mijn toeristen, wat spijtig is, want ik zou dat wel graag genoeg laten zien. Maar de mensen die dus wel verder geïnteresseerd zijn, ik zeg dat ook bij de rondleiding, ik zeg van kijk, als we de kerk uitkomen natuurlijk, want in de Sint-Baafskathedraal zijn we wel respectvol en een beetje stil. Maar daarna zeg ik altijd, wie goesting heeft om het eens te gaan bekijken, die kan hier dus terecht. En ik merk wel dat veel mensen wel willen terugkeren. Effectief weet ik het niet, ik ga ze natuurlijk niet volgen naar de tour, maar het wordt wel vaak gedaan. Ja. Het is natuurlijk wel ook niet het minste schilderij. Als je als gids vele malen per jaar in de Sint-Baafskathedraal komt, dan moet je ook zelf een idee hebben wat er gebeurd zou kunnen zijn. Net zoals we dat deden bij Bernau, wordt ook aan stadsgids Dirk Schorpion de vraag voorgelegd of hij een idee heeft van de toedracht. Denkt hij dat het paneel nog bestaat en ooit teruggevonden zal worden? Ik denk dat het er sowieso nog is, want het is gestolen en die man die het gestolen heeft, die wilde het sowieso niet vernielen, dus dat was de bedoeling niet. De bedoeling was om het terug te geven als hij geld kreeg. Dat geld heeft hij niet gehad, dus ik vermoed dat hij het gewoon bijgehouden heeft. Hij heeft dat ergens verstopt. Ik denk ergens toch dat hij mocht situeren tussen het Gentse en Wetter. Aangezien hij vandaar afkomstig is, hij heeft daar vandaaruit ook het losgeld gevraagd. Dus ik denk dat die man, zoals ze beweerd hebben bij de diefstal, heeft hij zijn auto ingestapt, die is in alle rijl weggegaan. Ik kan me dat wel voorstellen als je zo echt een paneel hebt wat miljoenen waard is. Want het is dus gesprek over het bekendste kunstwerk van België door de geschiedenis heen. Als je zoiets achter bij u in de wagen hebt liggen, die adrenaline die gaat geweldig omhoog. Daar ben ik 100% zeker van. Dus die man is gewoon in paniek weggereden. Wat heeft hij gedaan? Ofwel heeft hij koelbloedig naar zijn huis gereden in Wetteren en heeft hij dat rustig ergens verstopt. Ofwel is hij gewoon in paniek ergens halverwege onderweg misschien dat ergens verstopt. Heeft hij natuurlijk de plaats wel onthouden. En spijtig genoeg heeft dat nooit iemand ontdekt. Dus ik denk dat het ergens ofwel in Gent of net buiten Gent, dus hoogstuit is hij tot Wetteren geraakt. Ergens moet dat liggen. En gaan we dat ooit terugvinden? Ik denk als we het terugvinden gaat het per toeval zijn. Als er ergens graafwerk aan de hand zijn en ze komen daar toevallig op uit. Maar ik denk dat de kans toch klein is. Nu zijn er wel een aantal mensen die daar al serieus over gepiekerd hebben en die daar bepaalde instructies over hebben, dat ze denken dat het daar of daar ligt. Jammer genoeg gaan ze niet overal zoeken, want ik denk dat het gewoon heel onrealistisch is om dat overal te doen. Maar stel dat ze al die plaatsen zouden gaan bezoeken, zou het kunnen dat een van die mensen toch ergens gelijk gaat hebben. Dat zou natuurlijk voor de kunstliefhebbers wel een zeer mooie dag zijn, moest dat teruggevonden worden. Maar ik twijfel er toch aan. Ook Schorpion heeft zijn twijfels of we het originele paneel van de rechtvaardige rechters ooit nog te zien gaan krijgen. In de 4e en laatste aflevering van de podcastreeks trekken we er nog een keer op uit om een spoor te volgen. Van de 14 brieven die bij Goedertier in de La gevonden werden, zijn er 13 verstuurd. De 14e brief was handgeschreven en moest nog uitgetypt worden. Qua vorm is deze brief anders dan de andere en verschillende speurders baseren hun theorie op dit document. Aan het einde van deze 3e aflevering is het tijd voor een tussenbalans. Na uren onderzoek en interview zijn we even ver als aan het begin van de reeks. We hebben weliswaar een beter beeld gekregen van de toedracht en weten meer over de hoofdpersonen, maar van de vindplaats nog steeds geen spoor. Bernau heeft voor ons de feiten en de fictie ontrafeld en het onderzoek gefileerd,
Maar ook hij heeft vragen. Een teleurstelling over de afloop zou op de loer kunnen liggen. Maar niets is minder waar. Het verhaal van de verdwijning heeft niets aan zeggingskracht ingeboet. De hoofdrolspelers zijn niet minder interessant geworden. De losse eindjes dagen nog steeds uit om op onderzoek te gaan.